Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en wij zijn vertrokken wel echt laat. We zouden om 6 uur vertrekken, het is nu 8:15, dus dat heb ik niet gered. We waren echt toe aan slaap en ik heb echt even doorgewerkt om alle vlogs gewoon af te hebben. En ik heb ze allemaal af, dus ik kan nu lekker op de gerust gevoel weg. Ja, we zitten eindelijk op de snelweg, want het is echt 3 uur of zo. We staan eigenlijk op de snelweg, want zo druk op de weg. Kijk, één keer. Echt. Met corona heb ik het echt heel lang niet gezien. De overkant zie ik nog beter, maar goed. Wij rijden langs de A16. En daar ben ik heel blij om. Want er is straks over 10 minuten, om precies te zijn, een Starbucks. En ik had echt geen zin in een cappuccino van de McDonald's. Want, Maar je hebt gewoon echt... Ik heb gewoon de route aan naar Starbucks. Ik heb gewoon geen zin in een scheikrij vandaag. Geen normale cappuccino voor mij. Nou, let's start this journey, Enes. Ja. We hebben broodjes mee, we hebben beleg mee, we hebben een koeling mee. We hebben snacks mee. Arabs on the vacation. Kijk eens, de Mirjam heeft het weer gefixt voor jou. Voor mij? Jouw zo, jij bent toch lactose intolerant ook? Ah, jij wou mezelf nog recht. Nee, dat is speciaal voor jou. Kijk jongens, ik heb weer een stempelkaart met 2 stempels. Starbucks, begin ons te promoten of te sponsoren. En we hebben lekker cake, net zoals bananencake en vandaag carrot cake. Nou jongens, koffie is binnen. Wow. Wat zijn dat dan? Oh, die pretzels, die zijn echt lekker. Die pretzels met chocola. Ja, nu begint het pas echt. Als je koffie hebt. Lekker. Ja. Dankjewel. Oh, hier is de auto, ja. Neem je zonnebril mee en you are good to go. In ieder geval, ik wil even mijn frustraties delen. Dus er is Frankrijk zijn ingekomen, is het kapot harde regen. Ik had vorige week even opgezocht of het bij ons zeg maar zou regenen omdat het lekker weer was. Het was allemaal heel erg lekker weer. De voorspelling was echt heel goed. Dus toen hadden we geboekt en nu kijk ik naar de voorspelling en het is gewoon de hele week regen. Maar dan laten we onze vakantie niet verpesten. En waarvoor hebben wij een zwembad als het de hele week regen is? Ik ben best wel een beetje down op dit moment. Ik ga niet liegen. Mensen zeggen dat ik de boel niet moet, hoe zeg je dat? Verpesten. Maar ik vind het best wel een beetje down als het de hele week regen. Want waarvoor ga ik dan uit Nederland? Nederland is nu gewoon fucking warm. 31 graden is het vandaag. En ik ga naar dit. Dus ik mag best wel balen, vind ik. Ja, jammer. Hè? Ja, je had ook thuis kunnen blijven. Allemaal door kut corona. Anders ging ik dan het vliegtuig ergens heen. Ik ben helemaal klaar mee, ik zweer. Oh ja, nog erger. Ik durf je muziek uit hoor. Nog erger, ik ben er niet zo voorbereid. Want ik heb dus echt allemaal zomerkleren mee. Dus ik denk dat ik 1 outfit ga aandoen voor de rest van de week. Dit is mijn lach als ik eigenlijk wil huilen. Ja, ik wil echt janken. Ik heb even een moment voor mezelf nodig. Kijk, als je naar de wc wil in Frankrijk. Face mask required. Oh, plaspauze is erop. Nu ga ik lekker van mijn cake genieten. Ik heb een carrot cake vandaag. Deze is ook echt zo lekker. Yummy. Nou, de eerste tolweg, jongens. 16 euro's. 16 euro's, zo. Dankjewel. Moet je blij zijn dat we niet helemaal naar het zuiden gaan, want dan... Wow!
dan was het echt duur, hè? We zijn inmiddels in Parijs gearriveerd. Ah, die het LPG van was Fermé staat er, man, dombo. Waar? Fermé? Is dicht. Ongesteld. Want zijn Frans ook echt goed. We zijn in Parijs, maar het is echt zo druk. We staan in de file. En Nessim kan het niet meer aan. En hij gaat nu klagen dat hij niet meer wil rijden en dat ik moet rijden. Nee, maar... Dat heb ik niet gezegd. Nou, mijn voet is stijf. Ja, ik zei dat ik aan het begin moest rijden, maar dat heb je mij niet toegelaten. Dus we gaan nu naar de volgende tankstation. Je suis fatigué. Ibn al-Khara. Je suis malade. Oh, oh, la vache qui rit, le poisson dans la ferme du voiture. Oh, je moet maar. Avec une parapluie. Waarom gaat je stem zo hoog? Nou, we zijn aan het tanken. Hij moest pie. Dus hij moet weer plassen. Maar hij zit ook echt de hele tijd cafeïne te drinken. Hij heeft eerst koffie gedronken, daarna een Red Bull. Gaat het goed, schat? Wij gaan eten, jongens. Kijk. Je hebt hier van alles. Ben benieuwd. Nou, jongens, we hebben koffie besteld, maar we snappen niet hoe dit werkt. Dat wordt gewoon automatisch gedaan. Waar dan? En nu gaat er iets uitkomen. Ja. Wij bereiden jouw drankje voor. Nou. Kijk dan. Ik ben stuk. Dit is wel leuk. Kijk, jouw koekje is schattig. Dus wij gaan lekker picknicken. Ik heb mijn koolhydraatarme brood mee. Oh. Ik ga lekker eten met tonijnsalade. Een koffietje van vandaag, even een uitzondering. Water, heerlijk. We hebben even binnengekeken wat er allemaal, wat je daar allemaal kan halen. Maar het was echt McDonald's en Pizza Hut en zo. En ik heb daar echt helemaal geen zin in. Dus ik ga lekker een broodje maken voor mezelf. Hoeveel vogeltjes er hier zijn. Nes, geef eentje brood. Oh, hij pakt hem, of niet? Ah. Zocht je mij? Had ik beesten overal? Ik wil een ijsje. Kijk, ik ben hier echt zo blij mee. Ik loop echt gewoon lekker voor, precies een week gewoon. Nou jongens. Het donker. Ja, het lijkt zo dat je bril op hebt. Oh. Misschien donker. Nog hoe lang te gaan, Nes? 3 uur of zo? Ik ging net kijken. Denk wel zoiets. En het is hier opeens super warm, dus nu hebben we het echt weer te warm. Echt, het klimaat staat echt de hele tijd om. 30 graden buiten. Maar ook echt gewoon benauwd. Ik ga nu lekker chips eten, want Nessim is echt heel moe voor, hè, van rijden. 3 uur. En dan gaan we lekker doorreizen. Deze is echt lekker, man, deze. Die blauwe Doritos. Wel een beetje zoutig. Maar Nessim vindt het niet. Lekker. Nessim heeft dit opgehaald. En ik heb iets heel aparts gehaald. Tenminste, ik heb het nog nooit gezien. Maar ik heb... Een gele ballisto gehaald. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Ik ken alleen die groene, maar deze is met honing en amandel. Ik ben heel benieuwd of deze lekker is. En ik heb een rijstwafel gehaald. Zonder gluten. En met pure chocola. Best wel healthy eigenlijk. Dat is echt lekker. Nou jongens, wij zijn aangekomen. Zullen we even naar het zwembad lopen? Gelijk. Dat is denk ik het belangrijkste voor ons. Ik vraag me af of die... Oh, als het echt lekker weer is. Die, misschien is die gewoon warm. Dan denk ik. Oh, lekker man. Oh, hij is gewoon lekker. Echt? Ja, het is niet te koud in ieder geval. Nou, als het even gewoon zon schijnt, ga ik gewoon erin springen, ja, hoor. Wel mooi gemaakt, hè? Ja, lekker. Oké, ik ga jullie even snel een huistoertje geven.
Het is echt een heel simpel huisje, maar echt schattig. Met een zwembadje. Zo. We hebben net een huis teruggekregen van de eigenaar. We moeten nog even alles uitpakken. Kijk, dit is de ingang. Het is misschien een beetje donker binnen om te zien. Maar ik vind het wel echt heel schattig en knus. Kijk. Dit is de woonkamer. We hebben zelfs Netflix, zeiden ze. Je hebt daar een klein slaapkamertje waar we geen gebruik van gaan maken. Kijk, dit is de keuken. De badkamer. Even kijken. Ja. Dit is de badkamer. Zo. En dan boven. Ik vond de slaapkamer echt heel erg tof. Het is best wel een oud huisje, zei ze. Maar dat vonden we eigenlijk wel cute. Kijk. Dit is de slaapkamer. Kijk. Dit is de slaapkamer. Kijk hoe cute. Dan hebben we hier nog een badkamer. En een toilet. That's it. Een heel simpel, schattig, knus huisje. Als je benieuwd bent naar de omgeving. We zijn omringd door 3000 kastelen, zeiden ze. Ik ga zo even een foldertje kijken. Maar je kan ook bijvoorbeeld naar grotten gaan kijken. Echt heel veel dingetjes. De eigenaar had een flesje wijn in de koelkast volgens gedaan. Natuurlijk heel erg lief, maar wij drinken niet. Oh, ik heb net echt heerlijk gedoucht. En soms even aan het uitrusten op de bank. Die heeft 9 uur lopen rijden. En ik ga nu ook echt lekker op de bank zitten. We gaan even kijken of het hier thuis bezorgd is. Om even wat te bestellen. Want ja, we hebben hier verder eigenlijk heel weinig. We hebben wel een paar boodschappen meegenomen. Ik ben gewoon vergeten om mijn sokken mee te nemen. Dus ik heb sokken van Nesim gepakt. Het is iets kouder dan we hadden verwacht. Heel mooi dit. Nou guys, we ruiken weer een beetje frisjes. Wow. We gaan even een rondrijden hier in het dorp. Om te kijken wat we kunnen eten. Want er zijn hier een paar restaurantjes. En de meeste hebben echt zeg maar Frans eten. Maar bij veel ook restaurantjes waar je lekker een stuk vlees kan halen met friet of zo. Daar heb ik wel zin in. En dat is ook. Dat is denk ik echt een van onze spannendste trips ever. We gaan nu gewoon... We zijn nu off-road aan het rijden om naar een restaurant te komen. Oh. En wij zijn echt zo blij dat we met de jeep zijn gekomen. Want onze polo had het echt niet gered hier. Nooit. Mijn god. Jongens, waar we zijn. Zo zie je ook wel wat. Wat gaan we doen? Zitten of meenemen? Meenemen denk ik, of niet? Oh, wil je zitten? Kan ook. Leg er wat we nemen, hè. Oh, gezellig, hè. Oh, zullen we nog wat Nest normaal. Kijk waar we zijn. Super schattig. Nou jongens, ik heb voor de verandering heel wat anders gekozen dan normaal. Ik eet echt bijna nooit rood vlees. Maar ik heb vandaag een entrecote gekozen. Met frietjes. En ik heb er echt heel veel zin in. Nessie heeft voor eend gekozen. En wij zitten nu even aan het meertje. Het ziet er echt heel cute uit. Ach, ik weet niet of je het goed kunnen zien. Echt benieuwd man. Maar het is echt heel cute. Ik wou niet dat het gaat regenen weer buiten. Ik denk het wel. Ja. Het er echt heel grijs uit. Nou jongens, het is mijn eten. Dit is Nessie's eten. Het ziet er echt heel goed uit.